verhalen en ervaringen van anderen hielpen mij heel erg in de zorg voor mijn vader. Ik ben Frank van der Lende, ik maak radio op 3FM en ik zorg voor mijn vader. Hey, pa. Hoe is het? Mijn vader heeft nu bijna 4 jaar Alzheimer en mijn moeder moet heel erg voor hem zorgen. En ik voel heel erg de zorg weer om voor haar te zorgen. Ja, je moet zo houden, zo. Ook al voel ik me niet echt een mantelzorger, ik ben het wel. De zorg is in zekere zin heel erg veranderd omdat zijn ziekte gewoon progressief is. Dus het wordt alleen maar erger, erger, erger. En op een gegeven moment zo erg dat hij dus uit huis moet. En dat ik niet meer voor hem kan zorgen. Nu wordt het dus ook veel meer dat ik echter voor hem moet zijn. Omdat ik hem moet helpen met bepaalde dingen. Of als we gaan fietsen, dat hij dan veel te veel midden op de weg gaat fietsen. En dat je moet zeggen, pa, hup, aan de kant. Wat ik zou kunnen aanraden is om een keer de tijd ervoor te nemen om het duidelijk uit te leggen wat er precies aan de hand is. Dat ik aan mijn vrienden heb uitgelegd wat Alzheimer precies is, wat de symptomen zijn, hoe hij nu reageert en wat het met mij doet. Samen sta je dan sterker dan dat je het elke keer in je eentje moet oplossen. Joe, doeg! Voor jonge mantelzorgers heb ik 3 tips. 1 is schaam je niet. Kom er vooruit dat je een bijzondere situatie hebt en je bent niet de enige. 2 is, je bent mantelzorger, maar je hoeft niet alle zorgdruk op je schouders te dragen. En 3 is, praat erover, roep hulp in. Want je hoeft het echt niet allemaal alleen te doen.